En jij bent dood. En jij bent dood. En jij bent dood. Oh, je vader gevonden, Koeps! Oké, dat is wel een hele brutale intro. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en de 1000 Year Door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we Koeps, die is onze party gaan joinen. Want hij wil sterker en krachtiger worden. En oké, dat was heel fout, sorry. Ik ben melig, ik weet niet wat het is. En ja, we zijn dus in Hooktails Castle gekomen. Dus, maar goed. We willen Koeps heel eventjes veranderen. En ik druk op de verkeerde shortcut, helaas. Wij willen namelijk heel eventjes Goombellen bij ons hebben, want we zien hier een nieuwe vijand. Die gevoel voor ritme heeft. Bluff, 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 bluff. You clearly do not value your lives much if you come to this castle to disturb us. You will go no further, and from this moment on, you'll be nothing but bones. Ja, dan krijgen we dus een heel leger van die draaibones die we dus nou in één keer tot leven zien. Wat is met die nantka? Zo, jouw stem is weer een keer helemaal veranderd. Oh, oh, watch it, Pushy. They're shoving me around. Mario, what should we do? Hammer time. Natuurlijk, altijd. Wanneer dat er zo'n swarm komt, wil je altijd hammer time doen. En dan springen we... Ik wou eigenlijk bovenop hem springen, maar dat konden ze helaas niet. Goed. Hier zien we dus onze nieuwe vijand. En dan kan ik heel erg cheap zijn nogal gelijk een powerblok te gebruiken. Ik heb geen fireflower bij me. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Goombellen, ga jij nog heel eventjes voor en leg ons eens heel eventjes uit waar we mee te dealen hebben. Dullbones, soort of a skeleton ding, bla bla bla. HP is 1, attack is 2 en defense is ook 1. Ze gooien bottom aan te vallen en aanvallen, daar kunnen ze dus meerdere mee raken. Je wil er zeker voor uitkijken. En ja, volgens mij... Weet je, wij gaan gewoon een powerblok gebruiken. Boink. Ik bedoel, ik heb geen zin om door 4 tegelijkertijd aangevallen te worden. Dus, oh! Hoi. That's not fair. Kom bij elke keer ook heel even zeggen wat die rode is. Want die rode, ik vertrouw ik voor geen meter. That's a red bones. A little too red, I think. No offense intended, you know. Max HP. Deze heeft 5 HP. Aanval is 3 en defense is 1. Deze die kan zelfs ook al... ja, kan dus reviven op het moment. Dus dan wil je ze uitschakelen met vuur. Alleen, we hebben geen vuur op het moment. Ik zou zeggen, laten we eerst al eventjes die kleine... Deze hier even neerhalen. En dan kunnen we daarna Koeps er nog altijd in gooien. Deze kun je trouwens niet neerhalen met... hoe heet dat deze? Dat ze niet omvallen op het moment dat jij een jump aanval gebruikt. Dat werkt helaas niet. Oké, dus we doen heel eventjes swappen. Dan kunnen wij nu weer heel eventjes snel Koeps erbij halen. Want Koeps die heeft ook een aanval van 2. Dus dan kunnen we Sheltos doen. En ondanks dat Sheltos maar... Ja... 1 damage doet. Het is meer dan genoeg. Plus we krijgen zo'n starpoint. Yay! Oh, auw. Pijnlijk. Oké, we gaan nou... Ja, wacht eventjes. Als ik nou met de hamer pak, doe ik 1 damage. Dat doet ook... Nee, we moeten de power hammer gebruiken. Neerhalen die app. Oh, dat doet 3 damage. Klopt, ja, want het zou normaal gesproken 4 damage doen. Maar omdat hij 1 defense heeft, ja. Ik kan rekenen. In ieder geval, je zag hem dus neervallen als een hoopje botten. Maar omdat het de laatste vijand was... Mario staat nog scheef. Alles goed, Mario? Mario? Dat was raar. Je stond echt helemaal zo... Nou ja, maakt niet uit. Maar goed, in ieder geval, ja, normaal gesproken kom je wel vaker de red bones tegen. Met fire haal je ze makkelijker neer. Dus daar wil je wel rekening mee houden. Dus ik ben even gepost. En dan komen we hier de gewone dry bones tegen. Of dull bones, zoals dat ze heten. Ik bedoel, ze zijn oorspronkelijk de dry bones. En hey, je hebt de fire flower. Ja, we zouden 1 aanval krijgen op het moment dat we nog geen FP gaan gebruiken. Ik zal ze in 1 klap neer kunnen halen, maar op zich is het niet echt nodig. Dus laten we maar gewoon geen FP gebruiken hierbij. En tot ik in de volgende beurt gewoon ook even een beetje FP weer ga herstellen. Dus. Zo. Bijna als je klaar is met draaien wil je nog een keer op A drukken. Alleen ik deed daar net iets verkeerd. En ja, je kunt die dingen ook super guarden. Alleen dat is lastig en je... Ja... Count het helaas dan niet echt.
Nou ja, we willen heel eventjes het HP eventjes herstellen. En misschien toch ook eventjes een beetje de FP. Nou ja, Koopsie heeft eigenlijk weinig nodig. Maar we willen vooral uitkijken voor die bloemetjes. Die willen we juist hebben. En dan kunnen we weer van die paddenstoeltjes vallen. En ik moest mijn mond erover open trekken. Want daardoor krijg ik gelijk weer zo'n... Nee. Waarom moeten die FP's nou zo gevaarlijk zitten? Kom op, pakken, pakken, pakken. Goed zo. Die wil ik ook, die wil ik ook, die wil ik ook. Goed zo. 5 FP kan ik meer leven. HP is ook weer helemaal hersteld. Dus we zitten op zich helemaal goed. En hij mag niet aanvallen, want Koops is nog aan de beurt. Yay! Koops! En daar hebben we de juiste timing. Mooi. En net als hij bijna klaar is met draaien, dan wil je nog een keer op A drukken. En dan doe je dus de stylus aanval. Heel erg handig om dat natuurlijk te weten. Dus ja, dat was de Dullbones. Deze dingen hier. Is ook een Dullbone. Ik ben zo terug. Dankjewel. Nou, deze dingen hier, dit zijn Shine Sprites. Shine Sprite. En nee jongens, Mario Sunshine gaat alsjeblieft niet vragen in de comments. Alsjeblieft. Bespaar jezelf, bespaar mij. We hebben al een Shine Sprite. Goed, Shine Sprite die wil je verzamelen, want dat zijn juist de upgrades die je aan je partners kan geven. Je partner kan namelijk ook level up gaan door juist Shine Sprites. En ik geloof dat het 3 Shine Sprites was per level up, dus ja, ze kunnen maar 1 keer geleveld worden op het moment. Dus ja, dat wil je wel, daar wil je wel een beetje rekening mee houden. Goed, we willen dit ding raken hier. Valt er daarachter een paars blokje. Want we zien dus veel verschillende blokjes hier liggen. We zien een rode switch. We zien hier een deur die op slot zit. En we willen eigenlijk eventjes dit in weghalen. Zodat we nu... Ik kom eerst even kijken wat er boven zit. Dus als we dit goed timen... Ik vind het nog steeds erg grappig hoe dat Koops daar eigenlijk in midden ook kan blijven hoveren. Maar goed. Kunnen we dus zo omhoog komen? En kan ik die sprong maken? Ik weet zeker dat ik die sprong kan maken. Ik zal die sprong maken. Maar laten we eens eventjes die switch even om. Ik blijf de graphics hier in deze game zo leuk vinden. Ik bedoel, het zijn niet al te fancy graphics of zo wat je kent en wat je gewend bent en alles. Maar ik moet gewoon zeggen, gewoon... De graphics van deze tijd, dat was gewoon geniaal. En omdat het een stuk dat alles van papier gemaakt is... Sorry, ik vind dit gewoon geniaal. En dat zal ik ook altijd blijven vinden ook. Goed, ik weet zeker dat ik die jump kan maken. Ik weet zeker dat ik die jump kan maken. Ik zag daar een starpiece. Ik wil die starpiece hebben. En trouwens, we kunnen ook wel eventjes kijken wat er bij die paarse blok daar te vinden is. Maar goed. Oké. Go! Zie je nou wat je dat kan halen? Makkelijk, geen enkel probleem. Zit hier nog iets? Secret to everybody. Een milkshake. Een mushroom shake. Een kopje koffie voor een man met een snor. Oké, nou laten we eens even kijken hoe hoog dat die baas eigenlijk gaat. Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Ik bedoel, waarom ook niet? Kan de secret to everybody zijn? Gaat die even hoog? Gaat even hoog, maar er zit een secret. Namelijk nog een starpiece. 2 starpiece voor de prijs van 1. Om heel eerlijk te zijn, ik had geen flauw idee dat daar ook een starpiece zat. Maar goed, we hebben de castle key, dus we kunnen weer verder. Hey! Wie van jullie komt tot leven? Niemand? Mooi. Nou, we zouden hier eventueel naar boven kunnen gaan, maar... Ja, ik heb dit spel vaker gespeeld als vandaag. Dus ik kan jullie vertellen, nee, we hoeven niet naar boven toe. Yes! Nou ja, hoe meer vijanden dat we neer kunnen halen, hoe beter. En ik heb geen flauw idee waar ik eigenlijk nog net over aan het praten was. In verband met jij met zo'n battle, dan ben ik heel eventjes stil. Ik ga even aankomen en zo. Er zit trouwens nog wel een probleempje met Koops. En die heb ik nog niet uitgelegd. Koops die lijkt me behoorlijk overpowered op dit moment. Mocht Koops geraakt worden door een jump aanval. Want ja, nu kunnen we eigenlijk heel weinig doen. Dus laten we maar een heal doen. Maar ja, mocht Koops aangevallen worden door een jump aanval. Of door een aanval zoals die daar. Dan zal hij ook als een andere Koopa op zijn rug vallen. En dan is hij hopeloos voor volgens mij 1 beurt. Of 2 beurten zelf. Dus daar moet je zelf wel een beetje voor uitkijken. Ook is ook heel erg handig om te weten. Je aanvalskracht op dit moment is 2. Nou ja, 1 en 2. Je jump aanval die zit namelijk op 1. En je... Je jump aanval die zit op 1. En je hamer aanval die zit op 2. Dus daar wil je wel een beetje rekening mee houden. Omdat een jump aanval die kun je 2 keer gebruiken. In ieder geval, we zien erachter een badge die we eventueel zouden kunnen gebruiken voor deze dungeon hier. Maar daar kunnen we helaas nog niet bij komen. We willen dit eventjes raken. Dan kunnen we hier gelijk doorlopen. De reden waarom dat we dat zo willen doen is omdat de tralies die gaan gelijk weer dicht. En we zitten hier nu opgesloten.
Dus alleen maar deze weg hier naar voren toe. Oh mijn god, het is een zwart kistje! What the heck? Hey, guest. It's been a long time since anyone came here. A real long time. Huh? You heard me? Wow. Wait a sec. If you can hear my voice, you must be some legendary hero or something. Yep. Or not. To be honest, I'm sure anyone with ears can hear me. But it sure is fun singing people with that whole legendary hero bit. Hey, but seriously, folks, I was wondering if you could let me out of this chest. I've been locked in here so long I'm starting to cramp up like you wouldn't believe. All you have to do is find the key and let me out. Easy. Huh? What do you mean? You think you'll be cursed if you open this box? Ha! That's ridiculous! Who would do that, really? Wait. Wait in a box and curse folks. A real slime ball, that's who. But I'm not a real slime ball, and I wouldn't do such a thing. But that should be obvious. Look, if you help me out, maybe I'll help you out. You know, a little, I scratch your back, you scratch mine. Except in reverse order. Of course, you don't have to if you really don't want to. Like, finding a key is hard. Dus ja, deze die wil toch weer tot we eventjes op zoek gaan naar een sleutel. We zien die toch nog een paar draaibones liggen. Kan best wel creepy zijn. Goed, deze kamer. Let goed op het patroon op de grond die je ziet. Ik kan het niet heel erg goed benadrukken. Kijk goed naar het patroon. Je wil dit patroontje goed onthouden. Dat je zo loopt, dan zo loopt, dan zo loopt, dan zo helemaal weer terug. Dit wil je goed onthouden, want op het moment dat je dat kistje openmaakt, wordt het een beetje lastiger om het te zien. En er kan namelijk nogal iets heel erg gevaarlijks worden. We zien hier een crack in de wal, maar daar kunnen we helaas nog op het moment niks mee. Dus die moeten we gewoon onthouden tot die daar zit. Dus we willen deze openmaken. En goh, daar zit een black key in. Dan komen de spikes tevoorschijn. Nee! Mario, look at that! En dan komt de plopwal onze kant op. Oh, I don't like the look of this. Come on, run! Iedere karakter die zal iets anders zeggen op het moment. Dus ja, Gumbella die zou hier ook weer iets anders zeggen. Je hebt maar 50 seconden om hier weg te gaan. Dus ja, kijk goed naar het patroontje dat je dus hebt gezien. En zo kunnen we dus zo snel mogelijk hier... Maak ik nog fout daar, hè? Kunnen we dus zo snel mogelijk hier naartoe. Komt die timer op 0, is het een instant game over. En daar wil je natuurlijk wel voor uitkijken. Op het moment dat de tijd bijna om is, je zult het dadelijk al zien, dan zie je die spikes al komen. Dus je wil echt ervoor zorgen dat je hier weg bent binnen die tijd. Want dat is echt zo stressvol als het maar zijn kan. Man, that was too close. Gotta shake it off. Oh, okay. We got the key, so we're going to open that spooky chest. Yep. Hey there. Boy, am I so glad you found that key. Unbelievable. Nee. No, wait. Don't do that. Look, you found the key. Now you just have to open this box. Please, I'm stuck in here. Zegt hij dat nou nog een keer? Nee. Ja, hij blijft hetzelfde zeggen. Dat is jammer. Oké, nou. Laten we de kist dan maar openmaken. Fools! Weet je, je bent een echte slijmbal, jij. Why, only the most idiotic pudding brain dolt would fall for a scheme like that. The castle threat prevent anyone who entered this place from ever leaving it. No matter which part you take, you're fated to waste away to a slow and painful end. But wait, there's more to this great deal. I'll throw in a free curse. No charge. Boogie boogie boo! Now you're cursed, doofus, and it serves you right. This curse is more cursedly curse-worthy than any curse that ever cursed you. For this curse makes you like a piece of paper when you press and hold R. What a curse! Who curses like me? No one! Now I shall show you just how frightful a curse it is. Go on, press and hold R. Press and hold R now! Oh, ik wou wel zeggen, hoe lang moet ik hem voor... Just look at yourself, how embarrassing for you. Eat a sandwich, skinny. Do you understand what this curse means to you? Yeah. Then farewell, you dumbbells. Fools, I'm awesome. Nou, daar zaten wat bloopers in. Jeez, jullie hebben een knip gemerkt. Einde van de aflevering zien jullie waarom. Goed, in ieder geval. Hij wil ons vasthouden in het kasteel...
geeft ons een curse. Nou ja, jullie snappen de joke ondertussen al wel. Maar hij heeft eigenlijk ons de manier buiten gecreëerd. Want vergeet niet, er is geen enkele manier om hier uit te komen. Tot hij ons die curse heeft gegeven. Door zo dun te worden als een stukje papier, kunnen wij gewoon door de tralies heen. En kunnen we dus makkelijk verschillende dingen te pakken krijgen. Dus we hebben ook Attack FXR. Changes the sound effects of Mario's attacks. Nou, is het grappig met deze badge? Hij kost niks. En change the sound effects of Mario's attacks. Die wil je eventjes aanzetten. En dan zal ik jullie heel eventjes laten horen wat voor geluid dat maakt. Goh, dat klinkt als een cricket. Ja, dit is de badge waar dat ze het over hadden als we Hooktail zouden bevechten. Dat in ons voordeel zou kunnen gaan werken. Dus je wil die badge zeker bij je hebben. En natuurlijk deze ability, ja, die is gewoon required. Ja. Goed, in ieder geval, wij gaan verder het kasteel in. Dus we kunnen nou iets meer, we hebben nou een extra ability. Laten we hier maar omhoog gaan en kijken wat we hier kunnen vinden. En trouwens, ik heb die badge al even uitgedaan, want serieus, dat geluid is irritant. Goed, gaan we hier naar boven toe. Dan zien we dat we hier een sleutel nodig hebben. En het enige signaal is, als we hier dus nog verder naar boven toe gaan... Dan zit een badge die we niet kunnen pakken. Ik wil die badge. Dus ja, hier naar boven toe kunnen we ook al niks. Nou ja, dan gaan we nog maar een beetje verder backtracken. Misschien komen we dan nog wel wat tegen, wie weet. Altijd handig om te weten dat je nog een beetje verder kan backtracken. Dan komen we hier bij deze ruimte. Want jij vergeet niet, we hebben een nieuwe ability. Dus misschien dat we ergens anders nog die ability eventueel zouden kunnen gebruiken. Hallo. Wat een dode boel hier. Zou je zo eigenlijk een feestje neer moeten gooien of zoiets? Als we hier langskomen, dan zien wij dat daarachter nog steeds die sleutel ligt. En ja, door die sleutel hier te pakken. Heel simpel, we gaan hier door de tralies door. Kan alleen trouwens aan deze kant. Volgens mij zit hier geen secret to everybody. Flame. Volgens mij zat hier ergens achter zo'n paal een secret. Nee? Helemaal niks? Niks voor old me? Little old me? Helemaal niks? Heb je ook geen secret to everybody? Hidden blocks had je ook, maar ik geloof toch echt dat hier iets zat. Of ik zit nou in de war met iets anders, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, er is een karakter die die secrets namelijk vertelt, maar ik dacht toch echt dat daar een secret zat. Maakt niet uit. In ieder geval, we hebben de sleutel gevonden, dus kunnen we weer terug. Back and forward. Wat ik al jullie heb verteld, dat we heel vaak back and forward moeten gaan, omdat we back and forward moeten. Maar ja, we kunnen dus nu terug en dan kunnen we naar die deur toe. Dus ik zie jullie bij de deur. Ik wil serieus, het is back and forward. Wil je dat zo graag zien? Wil je zo graag zien hoe dat ik terug ga back and forward? Wil je zo graag dat ik dan de timer gooi? Nee, alsjeblieft, knip naar voren toe. Ja, maar willen jullie dit... Waarom... Alsjeblieft, ga naar voren toe. Nee, ik ga nu eventjes doorleuteren van waarom zou ik dat... Wat heeft het voor nut om dit te laten zien? Ik bedoel, serieus. Ik wil er gewoon heel eventjes... Heel eventjes. Waarom? Waarom zou ik dit nog een keer moeten laten zien aangezien dat we dit al gedaan hebben? Knip nou alsjeblieft. Is niet meer nodig, want we zijn er al. Dat was wel heel slecht. Stoute ik. Auw. Nou ja, de deur is in ieder geval open. Goedemiddag. Welkom bij de eerste verdieping. Waar we gelijk ook eventjes een hartje neer hebben. Die 6 muntjes kost. Even kijken hoe dat we zitten met FP. Dat is absoluut niet waard. Hierachter zie jij een Star Piece liggen. Dat is hartstikke leuk om te weten dat hij daar zit. Normaal gesproken plak je er iets op en scheur je niet het niks weg. Ik bedoel, serieus, het is niet een never-ending story. In ieder geval, nog een nieuwe puzzel. Eventjes te reminden dat je dit kan doen. Ik vind het nog steeds grappig hoe dat we niks wegscheuren. En we willen dus deze kant op gaan, want als we hier naartoe komen... Een Star Piece. Weet ik toch zeker dat er hier ergens een secret to everybody zat? Ik bedoel, we kunnen hier ons eigen wel een beetje zien waar dat we zijn. Zit hier nog een secret dan? Hier dan? Hier? 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 Hier dan? Nee? Want dat is ook de enige manier om naar de overkant te komen. Maar goed, ik dacht dat het een secret to everybody was. Nou, geen secret to everybody. Ach ja, we hebben wel weer een battle. En ik was te laat met mijn first strike. Yes! Nog meer blokpuzzels. Wat leuk. Je bent al leven? Nee, hè? Niemand komt met het leven mooi. Alsof dat we deze nog niet genoeg hebben gedaan. Ik bedoel, ik snap dat jullie een gimmick erin willen gooien van onthoud dit en alles. Maar... volgens mij kun je die zo pakken.
Nee, ik wou eigenlijk... Nou ja, maakt niet uit. Mocht je die dus niet te pakken hebben gekregen, zoals dat ik dus net had, dan kun je hier naar beneden vallen. En dan kun je dus je ability gebruiken om hier tussen de tralies door te komen en toch de item te pakken. Dit is een live shroom. Op het moment dat we geen HP meer hebben en dus game over zouden gaan, wordt deze item automatisch gebruikt en herstelt 10 HP van jouw HP. Deze zijn behoorlijk handig en zeker aan te raden om bij je te hebben tijdens boss battles. Dus zorg ervoor dat je ze bij je hebt. Dat is heel erg belangrijk. Ik bedoel, serieus. Waarom zou je dat niet hebben? In ieder geval, we zien dat we daar weer een sleutel voor nodig hebben. En vooruit, geef maar die star points. Ik bedoel, het zijn er maar 3, maar het zijn toch weer 3 star points. En we zitten toch weer bijna op de level up. En dat level up is handig om te hebben, omdat dan namelijk... Ik bedoel, serieus, we hebben een draak dadelijk die we moeten bevechten. Tenminste, natuurlijk moeten we hem bevechten, want iedereen die had het erover dat we een draak moesten bevechten. Dus... Hoi. Oh ja, jij. Shit, wat voor stem geef ik jou? Huh? Oh my, who is this handsome piece of cheese? I can't believe there are other thieves like, here, besides me. How kind of strange. Huh? Hey, who are you? Me? Well, I'm Miss Mouse. I'm the globe-trotting thief. Heard of me, sweetie? I heard there were rare and valuable badges in here, in this castle. So that's why I'm here. But the real question is, why are people like you roaming in such a run-down place? Well, you see, we're here to beat Hooktail and get the crystal stars. So, don't think we'll let you get the crystal stars first, no matter how cute you are. Crystal stars, you say? Mm-hmm. I didn't know a thing like that was hidden in this castle. Sounds intriguing. Perhaps I just heard something you didn't want me to be hearing. Darn, I am dumb. Oh, but that's okay. I mean, you were looking for this crystal star first. And I already found the badge I was after. So, I'll let you get your crystal star. Hey, what is that supposed to mean? It means I must say bye-bye for now, Mr. Cutie. I know it's sad. We just met and already it's time to say farewell. Alas. Oh my... You're so bold. Is that legal? Oh, I almost forgot. I have a little secret to share with you. Somewhere in this castle is a badge that helps you best Hooktail. Or so I've heard. I don't know what kind of badge it is. Maybe you found it already. Maybe not. If you're going to fight Hooktail, I recommend finding that badge first. Well, take care, handsome mustache man. Let's get together again real soon. Bye-bye. Mwah. Sheesh. I wonder what her story is. I bet she's an interesting one. Full of romance. Het grappige is, ik ben niet tevreden over de stem die ik haar heb gegeven. Dus waarschijnlijk gaat die stem toch nog veranderen. Want ja, we gaan dat karakter nog vaker tegenkomen. Allergrappigste is ook nog eens een keertje. Gratis shine spirit hier. Ook nog eens een keertje. Ze heeft alleen maar dit kistje opengemaakt. Terwijl dat hier duidelijk ook nog het een en ander in zit. Zoals een honey syrup hier. Oeps, ga nou eens aan de kant. De castle key. En... Nog een mushroom. Dus ja, alleen één badge die we dus niet te pakken hebben gekregen. Omdat dit kistje hier al open is. Hoe dat je dit spel ook speelt, je zal nooit de badge te pakken krijgen. Dus dan ben je daar van op wachten. Dus het is heel vervelend, maar so be it. Nou, in ieder geval, we hebben de sleutel te pakken gekregen. Dus nou ja, ik zal geen cliffhanger ervan maken. En laten we kijken wat er achter deze deur zit. Meer vijanden. Ja, geef mij mijn FP. Nee. Stoute koepen. Kom hier. Ik bedoel, als je op hun hoofd springt, dan heb je automatisch dat je je dus geen zorgen hoeft te maken voor een aanval. Dus je kunt technisch gezien wel raken met een hamer en dan ook 1 damage doen. Maar ja, om hun op hun hoofd te springen, dat doet gewoon veel meer damage. Dus dat is echt iets wat ik aanraad. Oh. Bijna daar een foutje gemaakt. Stylish. We kunnen toch nou niet opstaan, dus we kunnen nou gewoon mooi heel rustig eventjes deze neergaan. En dan krijg je toch nog een paar star points erbij. Wat weer hartstikke fijn is. Zo. En dat moet genoeg zijn. Ah, nog een extra stylish. Dankjewel. Ik bedoel, we hebben nou bijna dat level. We hoeven nog maar 2 star points en dan hebben we een level up. En dat is wel eigenlijk wel mooi zijn om die level up ook te krijgen. Ik bedoel, die FP die we daar nou kregen, dat was zinloos. Grappig is, als je dus weet dat je bijna level omhoog gaat. Voel vrij om gewoon alles te gebruiken wat je wil gebruiken. Oh, nou krijgen we de jump. Dit wordt leuk. Ja, ren maar gelijk weg hoor. Hartstikke lief.
Kort, hier ga ik een beetje out of the way mee. Ik weet dat ik die ene overpowered badge waar ik het over had nog niet echt gebruikt heb. Maar er is ook nog geen reden geweest om hem te gebruiken. In ieder geval, even dit doen. Zo. Dan zijn die twee drybones die zijn al gelijk neer. Ik bedoel, de multibounce. Ja, ik heb nou niet meer de FP om te laten zien de powerbounce. Dat is best wel jammer eigenlijk. De powerbounce, die kun je namelijk constant blijven gebruiken tot het maximum. Ik bedoel, ze hebben het gecapt omdat, sommigen die hadden de timing bij de Paper Mario op de Nintendo 64 te goed door. En daardoor konden ze dus heel erg makkelijk oneindig door blijven gaan met die bounce. Dus hier is hij een beetje geneugd. Maar goed, we hebben een level up. En in deze, ja, ik denk dat ik de FP nodig heb. Nou ja, de badge points. FP. Ik bedoel, we zijn al 4 levels omhoog gegaan. Dat gaat alleen maar de goede kant op. Ga neer. We zitten ook eigenlijk best wel al lang in deze aflevering. Maar ik ga niet flauw zijn. Laten we gewoon deze puzzel nog heel eventjes oplossen. Ik bedoel, waarom ook niet? Go. En als we nou hier deze... Oh ja, die zit aan de andere kant. Ik wil wel zeggen, want er zit namelijk hier nog een secret to everybody. We zouden hier nog een stukje door kunnen lopen. Alleen aan deze achterzijde. Daar zit niks. Nee. Alle secrets die zitten natuurlijk aan de rechterzijde. Eventjes papiertje worden, want anders kunnen we hier niet langs. Nou, om dat dus makkelijk te pakken te krijgen, wil je hierachter en je joystick recht naar rechts houden. Anders val je naar achteren toe en dat zou heel erg zonde zijn. Nou, hebben we de star piece. Oeps, ik duw je gewoon aan de kant hoor. Serieus, dat je daar maar niet moet staan. Zo. Vliegtuigje worden. We moeten een beetje hoog landen nu. Want anders komen we niet bij deze deur. Enig nadeel is, we moeten dit nog een keertje gaan doen. Deze kamer hier is namelijk die kamer waar dat we net waren. En er is geen echte manier om... Ja. Nou, misschien... Wacht eventjes. Kijk, ik ga iets proberen. Oké, dan gaat hij iets hoger. Even wachten. Nog een keer. Zo. Wil je hier staan? Ik ga het proberen. Ik weet niet of het mogelijk is. Nu? Nee, die muur die is daar helaas niet gunstig voor. Want op het moment dat je namelijk hier komt, dan kunnen we deze badge gelijk meenemen. The Last MP drops the damage your ally takes by half when in danger. Je karakters die raken in dangerous mode op het moment dat je nog maar 5 HP hebt. Dan zit je in een dangerous mode. Dus niet echt een hele handige badge als je het mij vraagt. Maar goed, ik zie jullie terug bij die deur. Oké, weer terug bij die ene deur. We hebben daar nou die sleutel te pakken gekregen. Dus als wij hier naar boven toe klimmen. Zien wij weer een shine sprite liggen. En daar is de deur toevallig die wij dus nog open moesten maken met die sleutel. Nou, dit vind ik toch wel een heel mooi plekje om te zeggen van dat ik het hierbij wil gaan laten voor deze aflevering. Heb je nou een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Ik heb heel eventjes deze kastjes te verslaan. En ik hoop jullie morgen te zien bij de volgende aflevering. Ik hoop morgen tenminste, want ik zeg nu wel morgen. Maar ik kan natuurlijk niks beloven. Dus ik ben hier echt dom bezig op het moment. Ik moet geen outro en battles doen op hetzelfde moment. Want dat gaat gewoon hartstikke fout. Doink. Auw. Wauw. Such damage. Such problemen. Nou ja, jou kan ik tenminste al neerhalen en die andere kan ik neerhalen. Nou kan ik niet jou wegknippen in verband met dat ik met een battle zit. En natuurlijk is dat boeiend om te zien. Dank jullie wel. Doen we deze battle dan ook nog maar heel eventjes. Maar goed, in ieder geval, ik probeer dus... Ik kan echt niet super guard doen. Jij waagt een blikje naar mijn hoofd toe te smijten? Ga weg. Maar in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Dat heb ik net al gezegd. En een like en alles. Leukste momentje heb ik ook allemaal al gezegd. En ja, dit is vervelig. Dit, serieus. Ik kan dit niet wegknippen, dus... Kijk, vervelig. Yay. Kijk eens, ik doe sweet read. Dit is vervelig. Hebben jullie al door dat dit filler is? Ik bedoel, ik wil wel eventjes mijn faal. Die wil ik heel eventjes herstellen. Dus daarom deed ik dit nou. Filler. En dan raak ik een poison mushroom. Daar baal ik van, want...
Zo, bijna alles vol. Ik wil die beuzen moet nog aan. Nee, helaas. Nou ja, in ieder geval, op 1 HP na zitten we weer vol. Ik kan daarmee leven. Ik ram heel eventjes die Koopa naar de Dullbones toe. En ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende video, jongens. Oh ja, en natuurlijk niet te vergeten die bloopers waar ik het over had. Die komen nu. Now, I'll show you... Blijf doen. Now, I'll show shit. Voice acting, yay. Now, I'll show... Now, I'll show you the... Dit komt op het einde van de aflevering als bloopers. Wauw. Now, I'll shall show you... Just... Jesus Christ! Het is niet zo'n moeilijke zin!